Dames en heren, aan de orde zijn nu 5 moties ingediend door de heer Joris van Houtum betreffende een belangenconflict. Ik veronderstel, meneer van Houtum, dat wij ze alle 5 samen behandelen. Ja? Dan is de bespreking geopend en dan geef ik u graag het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Inderdaad, het lijkt mij logisch van ze alle 5 tegelijk te bespreken, omdat ze over min of meer hetzelfde gaan, namelijk de zesde staatshervorming, maar wij hebben ze juridisch-technisch in een aantal aparte moties moeten gieten. Het gaat dus effectief over onderdelen van de zesde staatshervorming die volgende week in de Kamer wordt afgerond. En waar wij toch wel wat bedenkingen bij hebben en waar wij een aantal bepalingen zien die in feite ingaan tegen de Vlaamse resoluties en tegen de octopusnota zoals die deel uitmaakt van het Vlaams regeerakkoord. En het eerste belangenconflict gaat over de bijzondere wet die het kieswetboek wijzigt met betrekking tot de aanduiding van de gecoopteerde senatoren. Het is uitgegaan blijkbaar wat de institutionele meerderheid betreft van een senaat van de deelstaten. En we weten hoe de senaat gaat samengesteld worden, namelijk een aantal gemeenschapssenatoren, het gros ervan, maar toch nog zijn er gecoopteerde senatoren, namelijk 6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen. En hoe worden die aangeduid? Op basis van de cijfers voor de Kamerverkiezingen. En dan zien we, collega Van Rompuy, dat alweer we hier te maken hebben met een zeer onzuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Want welke cijfers voor de Kamerverkiezingen worden in aanmerking genomen om de 6 Nederlandstalige gecoopteerde senatoren te verkiezen? Dat zijn de kiescijfers voor de Kamerverkiezingen van de Vlaamse provincies, logisch, plus Brussel, ook logisch. Voor de Franstaligen gaat het over de stemcijfers vanuit de Waalse provincies, plus Brussel, tot daar nog alles logisch, plus alweer, meneer Van Rompuy, Halle-Vilvoorde. Dus u kan moeilijk volhouden dat dit een zuivere splitsing is van Brussel-Halle-Vilvoorde. En deze regeling, in feite, is een negatie van de grondwettelijke indeling van dit land, zoals Brussel-Halle-Vilvoorde dat ook was. En vooral wanneer men uitgaat van de filosofie dat de Senaat een ontmoetingsplaats moet zijn voor de deelstaten, dan is dat dus niet waar. Want daar zullen een aantal senatoren, Franstalige senatoren, in zitten die ook aangeduid zijn op basis van stemmen die in een andere deelstaat vergaard zijn. Ja, meneer Van Rompuy, u kan zeggen, god, dat is misschien het compromis. En dat was natuurlijk het compromis. En dus dat de Senaat zelf eigenlijk niet meer de vertegenwoordiger is of de reflectie van de deelstaten. En bovendien blijft die link naar Wallonië en Brussel nog altijd behouden. En de Franstalige partijen hebben er dus inderdaad nog alle belang bij om ook in Halle-Vilvoorde, in Vlaams-Brabant eigenlijk, voor de Kamer kieslijsten in te dienen. Want de stemmen die in Halle-Vilvoorde, Franstalige stemmen, die daar behaald worden, die worden mee in rekening genomen om de verdeling tussen de Franstalige gecoopteerde senatoren te maken. Dus de Senaat op zich, en dat is eigenlijk het principiële, is niet de weerspiegeling van de deelstaten Vlaanderen en Wallonië. Dat is één. Tweede belangenconflict gaat over een uitvloeisel van de volgens u fantastische splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. En dat is de oprichting van het kanton Sint-Genesius-Rode. Ik weet wel dat wij een tijd geleden, toen de eigenlijke Brussel-Halle-Vilvoorde-akkoorden in de federale Kamer en in de Senaat besproken werden, dat wij hier ook al een aantal belangenconflicten hebben ingediend. Wel nu, dit is er nog eentje dat een uitvloeisel is van die akkoorden. Want wat doet zich voor? Bij de splitsing van de kieskring is er dus geen zuivere splitsing. Dat betekent dat we nu wel een kieskring Vlaams-Brabant hebben en een kieskring Brussel, dat wel. Maar wat de kieskring Brussel betreft, dat de 6 faciliteitengemeenten eigenlijk daar electoraal bij zijn geannexeerd. Daar kan men nog altijd kiezen tussen een lijst uit Brussel of een lijst uit Vlaams-Brabant. En daarom, om dat ook te verwezenlijken, moet men zelf eigenlijk een kunstmatig kieskanton oprichten, namelijk het kieskanton Sint-Genesius-Rode,
dat de 6 faciliteitengemeenten die niet aansluitende gemeenten zijn, die omvat. Dus ook hier zitten we met een problematiek van het feit dat er geen zuivere splitsing is van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. En de oprichting van een kunstmatig kieskanton Sint-Genesius-Rode is daar de uitdrukking van. Vandaar dat wij ook ten aanzien van die wetsbepalingen, meneer de voorzitter, een belangenconflict hebben ingediend, omdat dat ook weer eens ingaat tegen het territorialiteitsprincipe, omdat dat weer eens ingaat tegen de octopusnota die deel uitmaakt van dit Vlaams regeerakkoord. Mag jij meneer Van Rompuy u onderbreken? Absoluut. Meneer Van Rompuy. Eerst. Microfoon, meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy, de microfoon alstublieft. Voor de aanwijzing van de Franstalige geco-opteerde senatoren wordt een regeling uitgewerkt waarbij niet alleen de stemresultaten van de verkiezingen voor de Kamer worden meegeteld, die door de Franstalige lijsten worden behaald in de kieskringen Wallonië en Brussel, maar ook de Franstalige partijen in het administratieve kiesarrondissement Halle-Vilvoorde. Ja. Maar het aantal zetels ligt op voorhand vast. Klopt. 6-4. Dus dat verandert op geen enkele manier de vertegenwoordiging van Vlaanderen in die assemblées. Dat heb ik dus ook niet beweerd. Ik zie echt niet in waar de Franstalige toegeving voor is. Het aantal Franstalige stemmen in Halle-Vilvoorde, dat die Franstalige partijen, die trouwens, en dat is mijn tweede punt, die kunnen door het feit dat nu een kieskanton Sint-Genesius-Rode is, dat maakt dat de Franstaligen van de faciliteitengemeente hun stem kunnen uitbrengen in Brussel. Nee, ten aanzien van Brusselse lijsten. Ten aanzien van Brusselse lijsten, juist. Allee, dus van de traditionele Brusselse lijsten. Bijna het inschrijvingsrecht, maar fijn, iets in en die zin. En moet het aan meneer Van Eyck een keer vragen. Ik weet niet dat hij hier nog aanwezig is. Hallo, Christian. Dus de Franstaligen zullen niet voor de Kamerverkiezingen een UF-lijst indienen. Dus dat zullen de partijen afzonderlijk zijn, als ze er een indienen. Dat is hun keuze, het gaat hem daar niet over, het gaat om de regeling. Maar zij kunnen nooit, daardoor kunnen zij nooit in de kieskring Halle-Vilvoorde-Leuven, zullen zij nooit een zetel kunnen halen. Dus het enige wat er kan gebeuren, is dat door de Franstalige lijsten, door de kieskring Sint-Genesius-Rode, dat een aantal Franstaligen in Brussel gaan stemmen. Maar het aantal zetels ligt daar ook vast in Brussel. En de Vlamingen komen niet in aanmerking om dan een zetel te halen, omdat je weet dat je daar 30.000 stemmen moet halen. Er is geen enkele partij toe in staat. Dus ik zie echt niet in waar hier de Vlamingen toegevingen hebben gedaan. Meneer Van Rompuy, op een onzuivere manier. Echt, dat, meneer Van Houten, ik dacht dat je grotere argumenten had, maar je zit hier werkelijk te pieten, peuteren in details, zonder oog te hebben voor het geheel. Dit is het uitvloeisel. Meneer Van Houten. Ik heb het ook, dank u voorzitter. Dit is het uitvloeisel van de BAV-akkoorden. Ja? En u gaat er nu blijkbaar prat op dat door de manier van splitsing, en dat was niet wat hier in al de moties en de resoluties al die jaren lang hier is gestemd, dat er inderdaad in Brussel geen enkele Vlaming meer zal in staat zijn om in de Kamer verkozen te worden. Ja, u haalt uw schouders op. U wist toch wat het voorstel was, namelijk mogelijkheid tot apparentering met Vlaams-Brabant. Dat wist u toch. En Franstalig Brussel apparenteren met Waals-Brabant. Dat was de oplossing die alle partijen hier, kamerbreed, niet alleen hier, maar ook aan de overkant altijd verdedigd hebben. Dat was het voorstel, het wetsvoorstel Herman Van Rompuy, dat Pieter de Krem nog laten stemmen heeft op die 7e november in de Kamercommissie. Dit is daar een uitvloeisel van. En ik zeg u, inderdaad, de verhoudingen 6-4 liggen vast. Dat is juist. Dat klopt. Ik heb niks anders beweerd. Ik zeg u alleen, als je ervan uitgaat, kom dan mij dan eens zeggen dat de Senaat, dat de weerspiegeling is van de deelstaten. Nee, het is de weerspiegeling van een deelstaat min een stukje en van een ander deelstaat plus een stukje. En dat is ook het uitvloeisel van die Brussel-Halle-Vilvoorde-akkoorden, hoe dan ook, of u het nu graag hebt of niet. En u kan u zeggen, is dat nu de zo grote toegeving? Dat is een politieke afweging. Maar het is dus wel een toegeving, blijkbaar, hoe dan ook geweest. Het derde belangenconflict, voorzitter, gaat over de constitutieve autonomie van Brussel. Brussel krijgt er
een constitutieve autonomie, ik zal niet zeggen bij, want ze hadden die niet, over een aantal onderdelen van hun parlementaire werking. Nu kan men zeggen, is dat niet Pieter Peuterig en dergelijke meer, voor ons gaat het over het principe. Wanneer in 1989 het Brussels gewest is opgericht, dan was dat voor ons een politieke flater. We zitten nu met de gevolgen. We hebben een gewest met een parlement en een regering. En men heeft ons toen wijsgemaakt dat dat gewest eigenlijk niet hetzelfde was dan het Waalse gewest en het Vlaams gewest. Want voor een stukje was dat nog waar. Dan waren degenen die het Brussels gewest opgericht hebben, waren die Pieter Peuterig bezig. Laten we wel wezen. Nu komt daar, hoe klein ook, en misschien zelfs met de bescherming van de Vlamingen in Brussel, constitutieve autonomie bij. Allee, men krijgt voor het eerst een constitutieve autonomie. En wat is het principe daarvan? Dat men naar een versterking gaat van het Brussels gewest. Conform niet onze octopusnota, maar wel de octopusnota van de Brusselse regering, die gezegd heeft, wij willen een volwaardig gewest worden. Wel nu in zaken de bevoegdheden gaan een aantal gemeenschapsbevoegdheden naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Dat is een vergewestelijking van gemeenschapsbevoegdheden, hoe dan ook. Dat is een versterking van het gewest. Nu komt daar nog constitutieve autonomie bij. En dan zeg ik u, u kan niet langer volhouden dat Brussel geen gewest is zoals een ander. En het druist dus regelrecht in tegen de Vlaamse resoluties en alweer tegen de octopusnota, die dan toch deel uitmaakt, ik kan er ook niet aan doen, van het regeerakkoord van deze meerderheid, en waar de minister-president toen zeer duidelijk gezegd heeft, voor ons zijn er twee volwaardige deelstaten, en daarnaast Brussel en de Duitsstalige gemeenschap met een apart statuut. Wat we nu aan het doen zijn, niet alleen met de bevoegdheidsoverdrachten, maar ook met het toekennen van constitutieve autonomie aan het Brussels gewest, betekent dat het Brussels gewest opgegradeerd wordt tot inderdaad een volwaardig gewest. En dat is dus in tegenspraak met het Vlaams regeerakkoord van deze Vlaamse meerderheid van deze legislatuur. En daarom dienen wij daartegen, voorzitter, een belangenconflict in, omdat het tegen onze belangen en zelfs tegen ons eigen regeerakkoord ingaat. Meneer Boekaert. Ja, meneer Van Houten, wij gaan mee met die andere belangenconflicten die u aanhaalt. Ik denk dat u daar een punt hebt. Maar we hebben wel een probleem met uw belangenconflict over de constitutieve autonomie. Hè? De constitutieve autonomie wil zeggen dat een deelstaat zijn eigen grondwet mag maken. Min of meer. Hè? Dus dat eisen we op voor Vlaanderen en voor Wallonië. Maar ik zie niet in waarom je de Brusselaars, die volgens mij leven in een hoofdstedelijk gewest en voor de gemeenschapsbevoegdheden Vlaams of Franstalig zijn, waarom dus de Brusselaars voor wat betreft de gewestelijke bevoegdheden ook niet over een constitutieve autonomie zouden beschikken. Volgens mij is dat dus niet in tegenspraak met de octopusnota. Ik kan me niet herinneren dat daar over iets in stond. En ten tweede is er toch ook wel een beetje het argument van de gelijkheid. Hè? Dus waarom zouden Brusselaars in qualitate qua gewest... Hè? Ja. Hè? We zitten nu eenmaal met een hybride vorm van federalisme. Ook niet het recht krijgen om een eigen politieke structuur te maken voor wat betreft de gewestelijke bevoegdheden. Dus ik vind dat u daar toch moeilijk een punt hebt. Meneer Van Houten. Meneer Boekaert, we kunnen van mening verschillen of het Brussels gewest nu al dan niet constitutieve autonomie moet hebben. U vindt van wel, ik vind van niet. Ik zeg alleen, ik vind dus ook van niet en daar kunnen we het debat over hebben. Dus, maar wat mijn punt is, meneer Boekaert, dat is dat in het regeerakkoord van deze meerderheid de octopusnota vervat is en daar staat letterlijk in, onze visie op Brussel wordt bepaald vanuit onze visie op de staatkundige evolutie van België. Die visie gaat uit van een fundamentele tweeledigheid op basis van twee deelstaten, met daarnaast een specifiek statuut voor Brussel
en een Duitsstalige gemeenschap. Ik stel alleen vast, meneer Boekhaert, en daar gaan we misschien van mening verschillen, dat is geen probleem. Mag ik mijn redenering gewoon afmaken? Ja. Daar gaan we misschien van mening verschillen, maar dat men in de loop van de jaren al bezig was, en nu nog meer, om van het Brussels gewest inderdaad een compleet volwaardig gewest te maken, evenwaardig aan Vlaanderen en Wallonië. En dat is in tegenspraak met. En die constitutieve autonomie is een onderdeel van die evolutie. Dat is wat wij zeggen. En dan kunnen we daar over mening van verschillen, best mogelijk. Maar het is in tegenspraak met de octopusnota. Dat is mijn punt. Nee, maar ik denk dat u het argument dat u zelf aangeeft tegen de constitutieve autonomie van Brussel niet klopt. En dus je kan zeggen, kijk, oké, Brussel is maar een gewest, dus staat niet op dezelfde hoogte als de gemeenschappen. En je kunt zelfs nog wat verder gaan. Je kunt zeggen, het is zelfs geen gewest zoals het Vlaams gewest en het Waals gewest. Maar hoe dan ook heeft dat gewest, Brussel, dat hoofdstedelijk gewest Brussel, bevoegdheden. Ja. Dat heeft bevoegdheden. En dan stel ik mij de vraag waarom dus de Brusselaar, de Brusselse bevolking, voor die bevoegdheden die je wilt toekennen aan Brussel as such, niet het recht zou hebben om zijn eigen grondwettelijke regelen te maken. Dus hoe je ook schuift, hè, dus met de bevoegdheden die je aan Brussel toekent, constitutieve autonomie, dat staat daar los van en is een argument op zijn eigen. En ik vind dat als je aan Brussel geen constitutieve autonomie wilt geven wat betreft zijn bevoegdheden, dat je eigenlijk ook het argument om het aan Vlaanderen te geven ondermijnt. Meneer Van Rompuy en dan meneer Van Houten. Meneer Van Rompuy. Ja, ik onderschrijf wat meneer Boekhaert zegt. Maar het Brussels gewest functioneert toch op een totaal andere manier dan het Vlaams en het Waals gewest. We zitten daar met structuren van de ministers, de pariteit onder de ministers, staatssecretaris. Dat behoort daar nog gelukkig. Heel de besluitvorming in Brussel gebeurt. En we hebben twee Vlaamse ministers, twee Franstalige ministers, plus de minister-president, plus het aantal staatssecretaris. Ik geloof dat dat wel 2-1 is, of iets in die naar. Dus u hebt ook in Brussels gewest gezeten. Ja. Dat gaat dan niet over decreten, dat gaat over verordeningen daar. Dus je moet daar speciale meerderheden voor hebben in de twee taalgebieden. Je hebt daar een hele procedure. Dat als men iets tegen de Vlamingen wil beslissen in het parlement, hetzelfde in de Brusselse regering, als er geen consensus is wat daar gebeurt. Dus je hebt het onderscheid tussen gewest en gemeenschapsmaterie. Je hebt het zelf het voorbeeld aangehaald van de COCOM, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie die bijvoorbeeld de kinderbijslagen inderdaad zal beheren. Maar u tegen was dat daar toch in. Dus je hebt daar 101, ik kan er 101 varianten van besluitvorming, ook qua bevoegdheden, dat dit een specifiek gewest is. En wat in de octopusnota staat, Brussel is inderdaad een gewest met specifieke bevoegdheden. Dat zij constitutieve autonomie hebben op die materies waarvoor ze bevoegd zijn, want daar gaat tenslotte om. Hè? Dus wat is daar uw vrees? Allee, noem nu een keer iets waar je van zegt, kijk, het Brussels gewest heeft daar constitutieve autonomie voor die materies, de bevoegdheden die ze hebben. En dat is nu voor de Vlamingen een groot bedreiging of gevaar. Maar waar ze niks meer kunnen aan doen, rekening houdend met de besluitvorming die in Brussel geldt, waar men niks kan doen tegen de Vlamingen. Ik zeg u, meneer Van Rompuy, het is een element in een evolutie naar inderdaad een volwaardig gewest. En het is een evolutie naar de octopusnota, niet van deze Vlaamse regering, maar van de Brusselse regering, die hebben ook zo'n nota gepresenteerd van dat maakt voor ons deel uit van de evolutie naar een volwaardig gewest, evenwaardig op dezelfde voet dan Vlaanderen en Wallonië. U kan daarvoor zijn, meneer Boekhaert, en dan verschillen we daar inhoudelijk van mening. Ik stel alleen vast dat die evolutie plaatsvindt. En ook wat de kinderbijslag bijvoorbeeld betreft, aanvankelijk was het toch ook uw standpunt dat de gemeenschappen dat zouden moeten doen in Brussel. Waar gaat het nu naartoe? Naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. En dat vind ik dus, men kan het daarmee eens zijn of oneens, maar dan mag ik toch wel heel serieus zeggen dat dit een vergewestelijking is van de gemeenschapsmateries en dus dat die fundamentele tweeledigheid van deze staat, waar de octopusnota en de resoluties naar refereren, dat die daardoor uitgehold wordt. En dit is daar
een onderdeeltje van. Dat is in feite mijn punt. Wat, of dat we het eens zijn of niet, dat is wat anders. Dan heb ik nog, meneer de voorzitter, en de twee laatste vallen een beetje samen. Maar goed, dat is alleen juridisch-technisch dat het in twee moties moest gegoten worden. De samenvallende verkiezingen. De staatshervorming regelt, de grondwet regelt, dat in principe in de toekomst de verkiezingen samenvallen. De Europese, de Kamerverkiezingen en de Vlaamse verkiezingen, de deelstaatverkiezingen. Weliswaar moet daarna in de volgende legislatuur nog een bijzondere wetgeving overkomen, maar nu is er al eentje en die moet nadien nog eens eigenlijk bevestigd worden. Men gaat daar ten eerste praktisch naar zeer grote problemen, want men heeft in het vooruitzicht gesteld dat de deelstaten zouden kunnen afwijken, eventueel, van die 5 jaar, van het feit dat Europese en Kamerverkiezingen samenvallen. Maar hoe men dat gaat doen, weet men eigenlijk langs geen kanten nog. Al was het maar omdat de 6 Vlamingen uit Brussel die hier verkozen worden, niet meer via het Brussels gewest verkozen worden, maar eigenlijk rechtstreeks verkozen worden. Dus als die twee verkiezingen uit elkaar getrokken worden, wat dan met die 6 Brusselse Vlamingen? Maar los daarvan, los van het praktische, het gaat om het principe. Zijn wij nu voor of zijn wij nu tegen samenvallende verkiezingen als principe? Wel, wij zijn tegen samenvallende verkiezingen uit principe. En zelfs de minister-president is tegen samenvallende verkiezingen uit principe. Hij heeft het hier in dit Vlaams parlement meerdere keren gezegd in de commissie en ook in deze plenaire vergadering. En hij zei, het was trouwens op onze vraag, en ik citeer, vanuit democratisch oogpunt vind ik dat de burger het Vlaams beleid afzonderlijk kan en moet beoordelen. Ik sta altijd verrast dat democraten pleiten voor minder verkiezingen in plaats van voor verkiezingen voor elk niveau apart. Dat zijn de woorden, niet van mij, maar van de minister-president, maar waar wij ons helemaal kunnen achter scharen. En we weten toch ook waarom men nu constitutioneel, grondwettelijk, wil bepalen dat 5 jaar, om de 5 jaar, op 1 dag alle parlementen verkozen worden. Dat weten we toch wel, omdat men blijkbaar institutioneel en politiek een probleem ervaren heeft met verschillende meerderheden op deelstatelijk niveau en op federaal niveau. En men heeft blijkbaar gezegd van daar gaan we een einde aan maken. Want dat creëert spanningen, ik noem het eerder een dynamiek, dat zou ook een dynamiek kunnen genereren. En dat creëert spanningen en daar moeten we van af. Maar ik ben het daar niet mee eens. Als we dit toestaan, collega's, dan dreigen wij als Vlaams niveau opnieuw, zoals het vroeger was, afhankelijk te worden van 1 verkiezingsuitslag en afhankelijk te worden van een federale regeringsvorming waar wij dan de doorslag van van mogen zijn. Terwijl indien er aparte verkiezingen zijn, dan kan men niet alleen het Vlaams beleid en het federaal beleid apart beoordelen, dan kan dat niet alleen apart beoordeeld worden door de kiezer, wat een democratisch gezond principe is, maar dan kan daar inderdaad ook het gevolg van zijn dat er eventueel andere mogelijkheden, andere meerderheden ontstaan die een zekere dynamiek genereren. Dus, wat dit betreft, als dit goedgekeurd wordt volgende week in de Kamer, dan gaan wij naar, om de 5 jaar, zoals met een aantal modaliteiten die we nog niet kennen, gaan wij instemmen met het principe van gelijktijdige, samenvallende verkiezingen, waardoor wij ons degraderen ten aanzien van het federale niveau. En wij scharen ons dus achter het standpunt van de minister-president, die zegt van ja, deze jaar is het nu een toeval dat het samenvalt, maar men is het nu zo aan het regelen dat het eigenlijk om de 5 jaar zal samenvallen. Wel, wij scharen ons achter zijn woorden om dat niet te doen en vandaar ook dit belangenconflict. Dus samengevat, excuus. Neem maar op, hè. Ja. Ja, u spreekt hier, in principe zouden ze moeten samenvallen, maar, zegt u, er ook bij, daar zijn er een aantal modaliteiten die moeten ingevuld worden. Een van de dingen die, ik heb die teksten hier nu niet bij, maar de Vlaamse regering kan, of het Vlaamse parlement kan, eens dat wij
in de nieuwe legislatuur zitten, kunnen wij die kieswetgeving, zijn wij daar zelf voor een stuk bevoegd in, en kunnen wij, nee, dat is ook zo, kunnen wij, ik ken de juridische modaliteiten niet. Ah, bon. Maar ja. De mogelijkheid, en dat heeft Chris Peeters ook een aantal keren gezegd, dat het mogelijk is dat wij dat een maand of twee of drie maanden vervroegen of verlaten. Omgekeerd in de Kamer is het zo dat die legislatuur parlement niet zo waterdicht is als wij dat hier hebben. Nee, men kan nog altijd struikelen. Dus men kan nog altijd. En dan moet men de termijn volmaken. Bijvoorbeeld, daar kan na de verkiezingen kan er een situatie ontstaan waar er geen federale regering kan gevormd worden, niet uitgesloten. En dat is daar de mogelijkheid nog altijd dat er nieuwe verkiezingen voor de Kamer kunnen komen, waardoor men, ja, en dan is de discussie, als zij na een jaar of anderhalf jaar verkiezingen houden, moeten de volgende verkiezingen dan samenvallen in 2019 enzovoort. Maar de zwart-wit tekening die jij maakt van nu ligt het onomkoorbaar vast dat Vlaams en federaal altijd zullen samenvallen. Nee, daar zijn heel wat, en ik heb de juridische dingen hier nu niet bij geschematiseerd. Dat is dus onjuist dat u daar nu een belangenconflict over ontketent, over een principe, terwijl iedereen weet dat in de concrete toepassing er nog heel wat mogelijkheden zijn, zowel federaal als wij hier in Vlaanderen, om daar van af te wijken. Het principe is dat ze om de vijf jaar samenvallen en de federale regering, de federale meerderheid, kan, ja, inderdaad, de federale kamer kan nog altijd vervroegd ontbonden worden, dat is juist. En dan, de volgende kamer moet dan de termijn van die vijf jaar volmaken. Dat is wat hierin staat. En men zet in het vooruitzicht dat wij een bevoegdheid eventueel zouden hebben, maar in hoeverre dat die merges gaan, dat staat daar allemaal niet in. Er staat in feite wat dat betreft niks in. En dus ga ik terug naar het principe. Men is bezig om naar samenvallende verkiezingen te gaan. Dan gaat het inderdaad over het principe. En u hebt gelijk dat er misschien nog modaliteiten zijn om daar twee of drie maanden van af te wijken. Maar het gaat over het principe van samenvallende verkiezingen dat nu wel degelijk in de bijzondere wet wordt ingeschreven. En daarom opnieuw dit belangenconflict, meneer de voorzitter. Dus samengevat, de belangenconflicten gaan over samenvallende verkiezingen, de constitutieve autonomie voor Brussel, de gecoöpteerde senatoren en het uitvloeisel van de Brussel-Halle-Vilvoorde akkoorden. Dank u. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Ja, als ik die belangenconflicten zag, meneer Van Houten, dan dacht ik dat er meer in uw zakje zou zitten. Ik vind het echt, ik heb het daar straks gezegd, spijkers. Ik wil volgende week nog eens terugkomen. Hier, meneer Van Rompuy. U zoekt spijkers op laag water. Het is absoluut, dat heeft niks meer met belangenconflicten te maken. Dat heeft gewoon te maken met het, ja, dat er in de kieskring voor de toewijzing van de zes gecoöpteerde... Ik ga u één voorbeeld geven. Voor de toekenning van de gecoöpteerde senatoren tellen de stemmen mee voor het berekenen van de Franstaligen tussen de Franstaligen voor binnen hun zetels, hun vier zetels, tellen de stemmen mee die in Halle-Vilvoorde op Franstalige lijsten zijn uitgebracht. U zegt dat is een aantasting van het democratisch principe enzovoort. Dus op 6 miljoen kiezers gaan er een 20.000 of 25.000 hun stem uitbrengen in de kieskring Halle-Vilvoorde-Leuven op Franstalige lijsten. En de verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen liet op voorhand vast. Dus dat is werkelijk de indruk geven alsof de democratie hier gefnuikt wordt, dat Vlaanderen hier een nederlaag leidt, terwijl dat het er gewoon niks mee te maken heeft. Het gaat over marginale dingen. Marginale zaken. Hetzelfde met uw laatste tussenkomst over die samenvallende verkiezingen. Ik zie echt niet in wat daar fundamenteel vanuit Vlaams oogpunt bezwaren tegen kunnen zijn. Dus wij gaan dat met kracht verwerpen, Deze keer, dank u voorzitter. Meneer Van Rompuy, deze keer is het marginaal. De vorige keer had het dan misschien volgens u meer vlees aan het bot en dan hebt u het ook met evenveel kracht verworpen.
U verwerpt alle belangenconflicten hier. En u wil niet toegeven dat het hier inderdaad om een onzuivere splitsing gaat. Hebben we het debat ten gronde effectief een jaar geleden gevoerd. Dat is waar. En toen vond u het ook maar niks. Maar niet marginaal. Maar nu is het marginaal, vindt u het ook maar niks. Enfin, ik stel vast dat men niet wil inzien dat hier een aantal hiaten in zitten. En als u iets meer wil... Als u iets meer wil, meneer Van Rompuy, wel, dan kom ik volgende week met een belangenconflict over de financieringswet en over de saneringsbijdrage die daarin vermeld staan. Dan kom ik daarmee in en dan gaan we daar eens over discussiëren. En dan zal u het misschien niet marginaal vinden, maar toch gaat u het wegstemmen. Goed. Vraagt hierover nog iemand het woord? Nee. Dan is de bespreking gesloten. We zullen dadelijk de hoofdstemming over de... Moties houden.